Wie is jouw favoriete YouTuber? Nu? Jij. Even, maar gewoon nu even serieus. Hoezo? Ik ben niet jouw favoriete YouTuber. Hoezo niet? Wie is jouw favoriete YouTuber? Hardijn is die HD. Ik heb je hoog zitten. Hardijn is die HD. Sorry? Hardijn is die HD. Wat is dat? Mark. Is dat Mark? Ja. De prank? Ja. Die. Mark is mijn favoriete YouTuber. Kijk, dat begint er al wat meer op te lijken. Ja, ik heb jou heel hoog zitten als het gaat om YouTube-kennis. Oké. Ik ga je een aantal fragmenten laten horen en jij moet raden welke YouTuber dat dan is. En dit keer heb ik geen straf of een beloning. Maar is het wel weer zo simpel? Hoezo weer zo simpel? Ja, vorige keer. Louis van Gaal, oh, wat moeilijk. Ga je het stoer doen? Nee. Nou, dan gaan we naar de eerste fragment. Are you ready? I'm ready, man. We beginnen met nummer 1. Yo, my friend, how are you? Okay, you are here for the Friday tutorial. Okay, come with me, we're going to the same place as usual. Today, I want to teach you that, the spinning. Because most of you, you use your feet. Now it's time to use your hands. Watch this. Wat is dit? Kom op, ik heb je hoog zitten. Wat is dit? Waar komt hij vandaan, denk je? Spanje of Italië? Gok Spanje. Of Frankrijk? Frankrijk? Dat is Griezmann dit. Ja, weet ik veel wat het is? Een wilde gok, ik geef je een hint, hè. Het is ergens in Frankrijk. Not with your feet, but with your hand. Ik heb geen idee, joh. Wat is een Franse YouTuber? Bestaan die? Oké, maar wie is het dan? Jean Garnier. Die Franse freestyler. Die met die... Ja, ik ken hem niet. Ja, dag. Die ken ik niet. Jean Garnier? Oh. Hey, dit is stoer, ja. Vorige keer was makkelijk. Oké, we gaan naar volgende. Heb jij nou altijd al bekend willen zijn op YouTube? Ja, dat ga ik je vandaag uitleggen. Stap 1 is eigenlijk best simpel. Je moet gewoon een bekende vriend hebben die je best wel grappig is, meer subs heeft en... Ja. Hoe kom je hier nog aan? Is dit nog te vinden op het internet? Is dit nog te vinden op... Ik dacht dat hij alles verwijderd had, joh. Maar? Dit is Joost. The one and only. Dit is Joost, 1-0 Joost. Die staan met... Volgens mij zit Kelvin ook in deze video. Sterk, man. Ja, deze video ken ik best wel goed. Die vond ik echt leuk. Joost, shout-out naar jou. Maar nu ben je rapper, dus. En zo naar Joost. Was die makkelijk? Ja, gewoon. Ik moest al lang nadenken, hoor. Volgende. Yes, guys, it's time for battle. Man versus man, beast versus beast. Easy. This is a Topps Kick pack opening battle. Let's open the packs and see who comes up with the best team. Die hebben echt zo'n duidelijk accent of zo. F2 dit? Dus F2, ja. Je hebt zo'n super accent zo, maar voor mij... Ik heb ook idee dat zo'n typetje zijn in de video. Ze praten als wel overdreven. Maar ja, wel leuk video. Trouwens, je kan ook gewoon meedoen. Hè? Op het moment dat je het fragmentje hoort, dan kan je gewoon keihard schreeuwen. Misschien horen we weer wel. We gaan naar nummer. Ja. De volgende. I know this sounds weird, but I try to strike the football with my instep with max power. I strike the football with this part of my foot. This part? Or with a mix of the instep and the inside of my foot. Inside of my foot. Dat is een Duitse. Volgens mij zijn het die free kickers gasten. Oké, maar goed. Je bent op de hoogte. We gaan naar de volgende. En dat is... My father has it. Mom, I'm going to show you visual. I'm going to show you visual. Trust. Play. Mom. I beg. This is not your. Ik weet nog steeds niet wat hij mee bedoelde eigenlijk. Hij was dus, zijn titel was ook I found the hazard en de hazard is gevaar. En iedereen zit nu thuis te roepen. Ja, dat is natuurlijk een KSI. 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 Maar je hoort niet heel goed dat het is, maar ik herkende de video. So far, so good. Op Jean. Maar ken je die gast echt niet, nee. Bro? Nee, ja, als ik hem één keer had gezien, had ik hem... Hij heeft een petje op altijd. Volgende. Next. €1, voilà, dan een rasvormik. Oftewel, €5 op je muil, gauw! Het is echt heel kort en hij doet ook nog een stemmetje opzetten. Dus hij zou best wel lastig kunnen zijn, maar volgens mij zit het gewoon Kelvin. Dat is gewoon Kelvin, toch? Dat is correct, meneer. Ja. Ja, dat is Kelvin. Die was moeilijk, hè. Wat is nou, Kelvin of Kelvin? Hij heet Kelvin en zijn YouTube naam is Kelvin. Ik heb hem laatst ontmoet, hè. Ja? Die man is gewoon bijna 2 meter. Ja, hij is 1,90, denk ik. Ik dacht dat hij 1,5 meter was. Jij bent ook al heel klein. Eerste keer dat je zag, zei ik het al gelijk. Kelvin Klein. Oh, we mogen geen reclame maken. Oh, sorry. Ik heb Mattie al een tijdje niet gezien. En ik vind dat hij dik is geworden. Ja. Vind je dat nou ook? Laat het even weten in de comments. Maak er een leuk rijmpje van. Bobbobol. En we hebben een duimpje omhoog. We gaan naar de volgende.
Hey, Astrid, kunnen wij bielen zetten? Duma. Dat was hem. Wat? Doe nog eens? Waarom? Hey, Astrid, kunnen wij bielen zetten? Duma. Is het Rarka of zo? Nee, aansteker bij bielen zitten. Wat? Is het Nederlands? In plaats van Billenbrand. Is dit Belgisch? Het is een Turks accent. Turks? Misschien dat je dan een beetje kan nadenken. Ik geef je één hint, meer niet. Ja, weet ik veel. Gast, ik heb je hoog zitten. Ja. Het is iemand uit Nederland met een Turks accent. En in plaats van Billenbrand zegt hij aansteker bij bielen zitten. Ah, dit is Mehmet, jongen. Mehmet. Oh, je hoorde die microfoon alsof hij in de openbaar aan het lopen was. Het is Mehmet op pad. Mehmet op pad. Het schijnt dat hier echt ontzettend goede talenten rondlopen. Ze zijn achter mij al begonnen en ik ga eens even kijken of ze misschien nog een scout zijn. Hey! Noekie! Dit is Anouk. Anouk wie? Anouk Hovendijk. En wie is dat? Beste presentator van de IRG Only Voetbal. Is dat zo? Ja. Beter dan? Ben jij. Beter dan jij, ja. Oei, goeie voetbalster ook. Ja, ze kon goed voetballen. Beter dan ik. Niet zo moeilijk, dat is niet zo moeilijk, nee. Nee, okay. We gaan naar de volgende. What's up, guys? Here in Rio de Janeiro for the World Cup in the lovely Copacabana Beach. Yeah! We got some of the best freestylers in the world here. Ricardinho and Daniel Cutting. Let's have some fun! Ah, man. Ricardinho, ja, zij schreeuwen altijd zo hard, hè, die gasten. Ja. Is namelijk Dude Perfect. Die ene gast met die baard. Ze was gewoon. Dude Perfect. Ze zei hem. Het was gewoon vals. Wacht. Don't break. Herhaling. Is namelijk Dude Perfect. Perfect. Maar deze gasten die hebben. Wat is het, hoeveel abonnees? 25 miljoen. Dus zij staan echt in de top 5 of zo. Van, ze zijn echt heel groot. Oké, okay, we gaan naar de laatste alweer. Oh, dat vind ik jammer. Stop. Now, if you don't know what I'm talking about, you probably don't know what I'm talking about. Simple. Because it doesn't affect you in any way possible. So literally, you can click away the video right now. I mean, no! It matters, damn it! I don't know if you noticed this. This has been a problem for a very long time. Number one, YouTube unsubbing you from a channel even though you didn't. Number two, videos. PewDiePie. PewDiePie is dit. Ja, ik dacht dat die eerste dat echt heel moeilijk ging worden, maar die kende ik gewoon oprecht niet. Dus je hebt eigenlijk gewoon alles goed op eentje na waarin je 1000 hintjes hebt gekregen. Ja, die, ja. En eentje was fout omdat je gewoon, ja, je kent heel die gast niet. Nee. Terwijl je hem moet kennen, want hij is goed. Ja. Oké, vond je het leuk? Ja. Zolang het maar goed heb wel. Wat wil je nou? Volgende keer moeilijker? Ja, nog moeilijker. Echt dat je maar de helft goed kan hebben of zo. Oké, en dan staan de straffen tegenover. Ja, dan kun je. In een of andere schietstoel of zo. Oké. Yes. Hey, vond je het tof? Doe dan een blauw duimpje omhoog, even zo. Dan maken we hem blauw. Kijk eens. Ik, zo, deze editing. Ja. En nu wordt hij geel, groen, weer blauw. En nu heb je ondertussen het duimpje omhoog al blauw gedaan. Nu wordt hij oranje. Doei. Nu is de video voorbij. Hey, PewDiePie. Wat? PewDiePie is dit. Wat? Wat? Dit is namelijk Dude Perfect. 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 Wat? 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 Anouk Hovendijk kende ik gewoon oprecht niet. Beste presentator van de IRG Only Voetbal. Wat?